Hoe word je minder depressief? Hoe kun je een depressie verminderen? Alleen al in Nederland worden zo'n 800.000 mensen per jaar depressief. In meer of mindere mate, maar gaan met die klachten naar de huisarts. En ongeveer 1 miljoen mensen slikken ook antidepressiva. Wat veel mensen niet weten is dat antidepressiva, ik ken ze, ik ben er zelf ook mee bekend. Of was er mee bekend. Medicijnen zijn heel vaak nagemaakte voedingsstoffen. Dat klinkt een beetje gek, maar dat is zo. Het allereerste medicijn ooit bijvoorbeeld was aspirine. En dat is de chemische variant van wilgenbastmoleculen. Dat geldt ook voor antidepressiva. Antidepressiva die zorgen ervoor is dat gelukshormonen, denk aan serotonine, denk aan dopamine, of meer aangemaakt worden of langer beschikbaar blijven in je hersenpan. Die stofjes hebben echter ook natuurlijke tegenhangers. En dan moet je denken aan gelukshormonen. En de gelukshormonen worden aangemaakt van aminozuren. En aminozuren die zitten in eiwitten. Dus je kunt met je voeding heel veel doen om je depressie te gaan verminderen. Meer voeding te eten wat rijk is aan eiwitten bijvoorbeeld. En dan heb je hele specifieke stofjes nodig. Om meer serotonine aan te maken heb je het aminozuur tryptofaan nodig. En meer dopamine heb je het aminozuur tyrosine nodig. Of ingewikkelde woorden, fenylalanine. Als je googelt op die stofjes, dan kun je vinden wat je dan zou moeten eten. Maar het blijft niet alleen bij voedingsstoffen. Je zou ook moeten zorgen dat je darmen beter gaan werken. Want in je darmen worden die stofjes aangemaakt. En ook weer in stofwisselingsprocessen. Goed werkende darmen. Heel veel mensen met een depressie hebben vaak ook darmklachten, hè? Obstipatie bijvoorbeeld. Op het moment dat je switcht van brood naar bijvoorbeeld havermout, krijg je veel meer prebiotische voeding binnen. En dat is weer de juiste basis om meer gelukshormonen aan te maken. Maar ook een natuurlijk vetzuur, omega-3, vette vis. Denk aan haring, denk aan makreel, denk aan wilde zalm. Ook dat is een natuurlijk antidepressief. Maar je hebt ook kruiden die werken tegen depressie. Denk aan kurkuma bijvoorbeeld. In China doen ze niet anders dan gebruiken van kurkuma in gevallen van depressie. Kurkuma is ook een ontstekingsremmer. En een van de redenen waarom mensen depressief kunnen zijn, is dat er een ontsteking gaande is in je lichaam. Ander kruid is bijvoorbeeld L-theanine. Dat zit in het stofje wat in groene thee zit. En safraan, dat is ook een bekend kruid wat helpt bij depressie. Je kunt die kruiden, theanine, safraan, kurkuma, ook gebruiken om van antidepressiva af te komen. Die pillen zijn verslavend, ik weet er alles van. En op het moment dat je daarmee gaat aan de gang gaat, kun je steeds verder. Doe dat wel altijd in overleg natuurlijk met je arts. Hè? Alleen het nadeel is dat artsen vaak niet veel weten van voedingsstoffen. Maar je kunt dus antidepressiva afbouwen met de juiste kruiden. Ben ik nog iets vergeten? Je kunt er alles over lezen in het boek Van Stress naar Geluk. Alles wat je kunt doen, dit is nog meer dan wat ik hier genoemd heb, om te zorgen dat je depressie gaat verminderen. Je kunt ook een afspraak maken met een stressoloog. Die zijn precies op de hoogte hoe je dat aan kunt pakken. Oké, dank voor het kijken.